Yo, kijkers van Kwartier Granzier. Welkom bij een nieuwe vlog vanuit de sneeuw. We zijn in Winterberg. Ja. Een paar dagen skiën, 3 dagen. We zitten hier lekker in de lift. Het is vandaag een sneeuwachtige dag. Dus dit is een mooie skivlog. Ja. 3 dagen op de skis. En met veel Duitse gezelligheid, hè? Ja, dus, en we zijn nu net op een zwarte. Ja, dit is een zwarte piste. Dus veel plezier met deze vlog. Rijden zijn we bijna in Winterberg. Het sneeuwt lekker, dus we kunnen vol gas. Ja, zeker. Skietje zuren. Oké, in Winterberg aangekomen. Skietjes zijn gehuurd. Dus we zijn er klaar voor. Ja, joehoe. Nou, we zijn 3 dagen in Winterberg, dus we hebben voldoende tijd hier. 2 nachtjes dus. Dus we nemen jullie mee in deze vlog. Oké, jongens, we zijn aangekomen hier in Winterberg. Het is mooi wit, dus we gaan nu lekker naar de pistes. Die liggen hier tegenover. Dus een dag vol actie. Oké, jongens, eerste rondjes gemaakt. Het sneeuwt behoorlijk, dus het zicht is wat minder. Maar het sneeuw is goed. Dus hoe gaat het weer? Heel goed. Heel goed. Geen Oostenrijk dus, het is Winterberg geworden. Ook leuk, lekker dichtbij. Niet zo ver rijden. Geen sneeuwstorm. Sneeuwstormpje. We gaan verder. Ja. Bos skiën met tuur. We staan hier bovenaan de Poppenberg. Het is nu best goede omstandigheden. Zo, kijk eens voor een mooi uitzicht. En kijk hier de grote schans. Wow. En er is hier nog ergens een schans die 3 keer zo groot is ofzo. Dat is echt niet normaal. Daar is die schans wat Turen over had. Daar ligt het dorpje Winterberg. En daar is het stuur. Zo. Nou, nu gaan we van die af en dat is zwart.
koffie staat. Yo! Eén keer op landen, ik kreeg mijn stapje terug. Oh. Zo, klaar voor vandaag. Zo, en daar is onze gasthof. Leuke grote gasthof. Daar verblijven dus twee nachten. Grote landhuis. Ja jongens, kijk toch wat een grote kamer dat we hebben. Het is huge hier. Het is echt een landhuis. Voorkamertje, grote slaapkamer. Tuur zit alweer op zijn iPadje. En bankstelletje. En op je bed. En hier is de slaapkamer nog. Nee. Joh. Dat wordt oorlog vandaag. Oké. Okay. Dus kussengevecht dadelijk, Tuur. Nou, best een mooie kamer, dacht ik zo, hè. Knus old school badkamertje. Yes, yes. Nou, nu gaan we iets eten. Eindelijk. Nou, een gezellig dorpje. En hier gaan we even iets eten. We hebben een plekje gevonden. Proost. 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 Nou, dit is mijn salade geworden. Het is een afke, zijn er niet bij en ze weten niet wat ze missen. Ja, de andere dingen te doen, hè? Smakelijk eten, Arthur. Smakelijk. Schnitzeltjes. Lekker. Deze pil kregen de blanche. Ohne een koeken, maar met chocolade sauce. Houd klein. Houd klein, jongens. Dat ziet er zeer goed uit. Duitse gezelligheid. Goedemorgen. Lekker ontbijtje. Goedemorgen. Koffie. Dan krijgen ze, het heeft weer gesneeuwd. Oké, het sneeuwt alweer. Oké, jongens, we staan weer op de piste. Dag 2 van ons avontuurtje hier in Winterberg. Het is een stuk frisser met wat meer sneeuw, dus we hebben zo'n extra dingetje aan. Dus laten we weer gaan, natuurlijk. Ja! Yo! Natuurlijk gaat hij even een zwarte. Daar gaat hij. Flink windje hier. Daar gaan we. We'll be right back.
smakelijk. Smakelijk. Dank je. Lekker aan de choco. Ja. Lekker aan een biertje. Cheers. Kijk eens, mooie kasthof. Mooi groot. Makkelijk. Ik moest een beetje. Bon appetit. Oké, mensen, dag 3 alweer van deze trip. Goedemorgen. Morgen, goedemorgen. En het is ook gelijk het einde van deze vlog, want vandaag is het gewoon meer van hetzelfde. Hè? Meer skiën, meer drinken, meer eten. Daar gaan we jullie niet mee vermoeien. Wij rijden nu lekker nog een dagje skiën. Bedankt voor het kijken naar deze skivlog en dan zien we jullie de volgende keer. Tot ziens. Hoi. Doei.